Nee, kut, nee, nee, nee. Thijs, rustig, ik val! Nee. Oh my god! Hey. Dit is Thijs. Oké, deze keer is het wel echt Thijs. Thijs was vroeger een klein aanstellertje en nu die groot is hij dat eigenlijk nog steeds. Thijs is een bovensloter. Gadverdamme, ik proef kurk. Gelukkig heeft hij vorig jaar zijn leven gebeterd door te verhuizen naar Brabant. Vrek de Mongol! Hij liep stage bij Omroep Brabant en deed zo de eerste stapjes naar het Brabanderschap. Maar Thijs wil meer. Gelukkig krijgt hij hulp van dit topteam. Dit is Thijs wil Brabander worden. Vandaag leren we Thijs werken met zijn handjes. En dat zal niet makkelijk worden, toch Jan? Thijs, wat vind jij nou echt een Brabants beroep? Zou ik het eens gaan vragen? Ja, doe eens. Wat vindt u nou echt een Brabants beroep? Jezus. Een Brabants beroep. Een bakker. Worstenbroodje bakker. Een bakker? Ik weet het. Het is bakker. Nee, Thijs, draai je ergens om. Het is boer, want die hadden we al geregeld. Ja. En of we dat geregeld hebben, vier stoere chicks die weten wat het is om te werken. En die ook zin hebben om dat aan Thijs te leren. Hallo dames. Hey Thijs. Hey Thijs. Welkom op de boerderij. Ja, jullie gaan mij helpen om een echte boer te worden. Ja, we hebben heel veel klusjes voor je klaar liggen. Vertel, wat gaan we allemaal doen? Koeienmelk, uitmesten. Trekken rijden? Ja. Vet. Kijken of dat kan. Ja. Ik denk alleen dat je nog wel iets aan je outfit moet doen. Ja, dit is beter, geloof ik. Serieus Thijs, ananas sokken? Nou, het staat je goed hoor jongen. Laat die handjes maar eens even lekker wapperen. En waar gaan we mee beginnen? Eerste taak je wordt uitmiezen. Uitmiezen? Uitmiezen. Miezen is vaste mest gemengd met stro. Vaste mest is stront. Poep, scheid, drek, shit. Uitmiezen is dus het schoonmaken van een hok vol met kak. Succes! We gaan het stro ook schoonmaken. Of jij? Jij gaat het stro ook schoonmaken. Moet ik gaan poep scheppen? Je mag gaan poep scheppen. Oh. Daarin? Ja. Oh, dit is echt vies. Alle stront mag eruit. Oh. Ik ben een eeuwigheid bezig zo. Kijk eens hoeveel er nog ligt. Tjonge, jonge. En Thijs, al spijt dat je Brabander wilde worden? Maar even op deze manier, denk ik. Hoeveel kruiwagens denk je dat al zijn? Ja, echt rot op. Thijs is gewoon een beetje sloom. Gelukkig ligt de volgende proef wel helemaal in zijn straatje, want hij heeft net zijn rijbewijs gehaald. Nou, we staan hier bij een tractor. Wat gaan we doen? Nou, ten eerste is het trekker. Een 6320. En ten tweede... We hebben een mooi parcoursje voor jou neergezet. Oké, je voet op de koppeling. Ja, deze zit al in zijn versnelling. En dan naar voren halen. Ja, en dan naar voren. En dan rustig de koppeling loslaten. Rustig, ja. Als je hier op klikt op de haas, gaat hij harder. Nou, wel gas geven, wel gas geven. Hier op drukken? Nee, je moet niet. Nee, kut, nee, nee. Thijs, rustig, ik val. Nee. Oh my god. Gas erop. Niet te veel gas, jongen. Nu de koppeling in, koppeling in. Oké, okay, en dan gaat hij naar steden. De gas los! Je kan het niet, hè? Je kan het niet, hè? Hey, hou op hoor, ik gooi je eruit. Kom nu en geniet van wat het boerenleven biedt. En, hoe heb ik het gedaan? Nou, dit was helemaal niks. Niet. Dit gaan we niet meer doen. Maar denken jullie wel dat ik het in me heb? Dat ik het kan? Nee. Misschien koeienmelk wel. Nou, laten we gaan koeienmelken dan. Wat vind jij van bovensloters? Dat vind ik nou ook. We gaan een soort vreekvonk doen. Kom maar, kom maar. Dat is, daar komt het eerste pootje al. Ze komen er voorhoofd uitgedoken. Dus dat voorvoet ligt dan zo. En dan komt ze daar het neusje
En als het goed is heel het kalfje. Kunnen jullie het kalfje Thijs noemen? Als de stiertjes wel hoor. Ja. En anders moet je een meisjesnaam verzinnen. Thijs-Selina. Ja? Ja. Ja. Krijg een eigen kalf. Thijs, hier is niemand op de buik. Dat doe je echt uit jezelf. Ralf Makkenbach, klik klik. We gaan een wedstrijdje doen, hoor ik. Klopt, we gaan in de melkstal en dan gaan we een wedstrijdje doen wie het snelste 4 koeien kan onderhangen. En als je verliest, dan moet je onze trekker schoonmaken. En als ik win? Dat doe je toch niet. Leg maar op, ja. Ik ga je kapot maken. Hier alvast een schort. Kun je deze erbij houden? Zo. Oh, joh. Nou, je armen zo er doorheen. Net als mijn moeder me aan het aankleden is. Misschien leuk om te vertellen, maar Thijs kan zichzelf pas sinds een jaar of 5 zelf aankleden. De allerverste melk die er is, speciaal voor jou. Ah. Dat is warm gek. 3, 2, 1, start! Ja, zoals je ziet gaat het voor geen meter, maar we blijven toch maar even kijken. En dat noemen we dan de kracht van het uitmelken. Kut! Thijs, ze zijn daar al bijna klaar, hè? Ja, hoor, man. Deze koe loopt mij ook helemaal onder te melken. Ben je al klaar? Ja, ik ben al klaar. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Hou op! Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet slecht vind voor de eerste keer. Ja, ik denk dat die beesten iets minder blij waren. Ze begonnen helemaal te schoppen, joh. Gefeliciteerd, ik maak je de trekker schoon. Ja, fijn. Nou, op naar die trekker. Nou, Thijs, alsof je niks anders hebt gedaan. Je moet echt je mel houden. Hier zit een beetje nog, hier. Nou, dames, tijd voor bier. De ja, man. Thijs, zie je het heel schoon? Ja, want die tractor niet alleen zelf, ik ook. Oh, trekker. Trekker, sorry. Kijk dan. Ja, je bakt er niet veel van, maar kun je wel bier drinken? Nou, dan kan ik wel iets beter. Ja. Dames, dankjewel. Proost. Maar ik bak er dus echt helemaal niks van. Nou ja, je moet nog veel leren. Dat kan misschien wel bij ons in de klas op has. Ja, heel slim. Even de school noemen. Dat is goed voor de studiepuntjes. En dan is het tijd voor de checklist. De handen uit de mouwen steken. Nou, dat heeft Thijs vandaag gedaan. En volgende week gaat Thijs zingen. Hé, want dat vind ik toch zo fijn. En het eindresultaat kun je vanaf vrijdag beluisteren via onder andere YouTube en Spotify.